Vandaag in het Rijnmond Nieuws. 15.000 reizigers rijden mee op de eerste dag van de Hoekse Lijn. Ik ben ook heel blij dat het klaar is en dat we nu de reizigers kunnen gaan vervoeren. Visboer verdwijnt na 34 jaar van vaste plek. Het is niet prettig om na zoveel jaar dat we nu moeten stoppen en dan weg moeten gaan. Genoeg geld opgehaald om gehandicapte Luc te laten bewegen. Gebruik je hem al elke dag? Ja. Hoe voelt dat? Goed. Vannacht wordt het onstuimig. Morgen begint de dag met wat buien, maar gelukkig klaart het op en wordt het 17 graden. Twee rivaliserende groepen jongeren zochten zaterdagavond in Rotterdam-Zuid de confrontatie met elkaar op. De politie kreeg er lucht van en greep gelukkig op tijd in. Ja, bij de aanhoudingen werden opvallend veel wapens gevonden. Ik vind dat gewoon waardeloos. De jeugd van nu die is zo veranderd vergeleken met vroeger. Toen ik jong was, wij deden dat niet. Het rommelt al geruime tijd tussen de jongeren van Charloes en IJsselmonde. Dat weten wij. Daar hebben we ook al meerdere interventies op gepleegd. En afgelopen zaterdagavond was het wederom raak. En gelukkig dat mensen ons belden, waardoor we snel konden reageren. Alle beschikbare eenheden zijn ter plaatse geweest. Hebben een aantal van de jongeren aan kunnen houden, kunnen controleren. Met uiteindelijk opbrengst 7 steekmessen, grote steekmessen die ze bij zich hadden. Voor zover bij ons nu bekend zijn er geen gewonden gevallen. Of ze ook daadwerkelijk al enkele confrontatie hebben plaatsgevonden, dat zou zomaar kunnen. Uiteindelijk hebben we dat verder kunnen voorkomen, dat het verder kon escaleren. In een tram in Rotterdam zijn de jongens ook zeg maar, staande gehouden. Nou, 2 daarvan hadden daadwerkelijk een wapen op zak. En de rest was zo slim om het gelijk te laten vallen. Alleen we hebben wel camerabeelden en we gaan die camerabeelden bekijken. Om te zien of we deze kunnen koppelen aan die gasten uit die tram. Ja, want om hoeveel jongeren gaat het precies? Nou, de melding was tientallen. Hè. Wij denken zelf ongeveer 40 jongeren die gisteravond op pad was. We hebben er 23 van kunnen controleren. Van 23 hebben we ook de namen. En we gaan ook de komende week weer in gesprek met ouders, met jeugdwerk, met de gemeente, met het Openbaar Ministerie. He, met die partijen zijn we al langer in gesprek om uiteindelijk te zorgen dat dit niet verder escaleert en weer teruggaat naar normale feitelijkheid. En daar moeten we vanaf. Dat is echt bizar. Ja, zeker als het om minderjarige kinderen gaat. Ouders hebben geen controle. In dit geval blijkt dat ze toch geen controle hebben over de eigen kinderen wat ze buitenshuis doen. Dus het is alarmerend, moet ik eerlijk bekennen. Er is ook weinig natuurlijk voor die jonge mensen natuurlijk. Hè. Als je net het café niet in mag en je hangt overal een beetje tussen. En ja, in het weekend zijn de buurthuizen ook meestal dicht. Dus ja, wat moet je dan? Hè? Dus, het moet niet kunnen natuurlijk. De jeugd moet zich beter bezighouden met andere dingen natuurlijk. Ja, waarschijnlijk houden ze zich niet bezig met activiteiten, met sporten en zo. Ja, uit verveling misschien gaan ze niet die dingen doen wat niet hoort natuurlijk. Het is geen Fata Morgana. Hij rijdt de Hoekse Lijn. Zaterdag kon het publiek van 12 tot 8 voor het eerst meerijden in de nieuwe metro. Gratis. Heen en weer tussen Schiedam-Nieuwland en Hoek van Holland Haven. Op het nieuwe station Steendijk-Polder in Maasluis-West opende RET-directeur Maurice Unk de eerste poortjes. Ja, en ze zijn open. Ik ben ook heel blij dat het klaar is en dat we nu de reizigers kunnen gaan vervoeren. Allemaal nieuwe infrastructuur, nieuw beveiligingssysteem. Dat hebben we getest. We hebben 160.000 kilometer testgereden. 4 keer de wereld rond. Dus er is heel veel getest. Maar ik weet zeker dat er vast nog wat fout kan gaan. En daarom hebben we ook gezegd, we laten het vervangend vervoer. Laten we nog even doorrijden. Voor het geval dat er dingen fout gaan, hebben mensen nog steeds een alternatief. Ik was de gelukkige die de eerste rit mocht rijden inderdaad vanochtend met de genodigden. Voelde dat? Ja, dat voelde perfect. Ja. Het werd eindelijk tijd dat de lijn open ging. U heeft uw kinderen en kleinkinderen meegenomen, omdat het toch wel een heugelijk moment is ook voor u? Ja, ik had het niet verwacht. Ik had verwacht dat mijn vrouw alleen zou zijn. En dat mijn zoon en mijn dochter en mijn kleinkinderen erbij waren op Hoek van Holland. Dat maakte het inderdaad helemaal speciaal deze dag. Ja. Hij rijdt lekker. Soms onderweg de spoorgeometrie denk van nou, dat had wel netjes gekund, want dan ga je nog zo heen en weer. Denk, maar goed, voor de rest rijdt hij goed. Ja hoor. 2 blije mensen. Ja zeker. En we hebben hier nog familie wonen, dan kunnen we nog even een bakje doen, dus dat gaan we nu doen. Het zonnetje breekt door, dus smeer je goed in. Zo is het. Heerlijk. Dank u wel. Maandag kan weer iedereen mee volgens de dienstregeling. En 1 ding, niet gratis.
We lachen wel, maar het is toch triest dat het zo gelopen is. We hebben wel een leuke locatie, maar het is toch wel jammer dat dat hier... De Hoekse vishandel van Kees Hofland is deze zondag voor het laatst open op hun vertrouwde locatie aan de Stationsweg in Hoek van Holland. De viswinkel moet wijken voor de Hoekse lijn en het vertrek gaat veel trouwe klanten aan het hart. Een van de beste vis die ik ooit heb gegeten in de hele omgeving hier van heel Rijnmond. Ik vind het ook heel jammer dat deze locatie weg moet. Het is niet prettig om na zoveel jaar dat we nu moeten stoppen en dan weg moeten gaan. En ik dacht in het begin, ik leef er wel naartoe. Maar het blijft toch altijd maar een gevoelig punt eigenlijk. Om te denken dat vanavond de deur dicht gaat, het slot erop en dan alles eruit en dat alles weg moet. Wij zijn in een diep treurige stemming. Ik vind het heel erg. Dit is toch wel de gezelligste plek van Hoek van Holland en die gaat gewoon nu verdwijnen. Kijk eens, we zullen onze nieuwe locatie erbij doen waar we naartoe gaan. Ja, vandaag gaat het hier dicht, maar morgen alweer open. Ja, morgen starten we weer met Frissemoed aan de Rechterstraat bij het strand. En dan gaan we daar met Frissemoed gaan we leven verder. De belangrijkste is dat ik doorgaan. Dat is het positieve ervan. Dat is wel bedankt hè. Doei. Voor zover het echt kan, heeft Feyenoord zich enigszins gerevancheerd voor die Zeepert die de midweeks was tegen AZ. Feyenoord speelde tegen Twente en won met duidelijke cijfers 5-1. De tegengoal kwam ook nog door een Feyenoordfout, maar voor de rest speelde Feyenoord gewoon een goede wedstrijd. Veel doelpunten gemaakt en zo werkt Feyenoord wel wat aan het vertrouwen. Klimt het ook op de ranglijst. En met name voor Sam Larsson was het een mooie dag, want hij maakte 2. Een eigen doelpunt had hij ook nog veel voorbereidend werk. En hij leek weer een beetje op de Larsson die we zo graag zien in de Kuip. Geeft een goede gevoel. Een goed gevoel. En beginnen de wedstrijd heel erg sterk en krijgen ook die goal en dan geven we het weg en komen we sterk terug. Dus geeft zelfvertrouwen naar iedereen en een goed gevoel. Ja, en ook denk ik zelfvertrouwen een boost daarvan voor jouzelf met name? Ja, natuurlijk. Ik werk altijd hetzelfde en ik weet ook dat ik veel beter kan. En ik ga gewoon door. Maar zo'n wedstrijd als vandaag moet vaker gebeuren natuurlijk. Moet elke week gebeuren. Misschien niet die hat-trick, maar hat-trick, 2 doelpunten. Maar wel die lef en die drive hebben. Big happy hoor. Nou, daar gaan we. 1, 2, 3 en spring. Marleen Marcus, moeder van Luc. Ja, missie is geslaagd. De inner walk is nu definitief van jullie, hè? Ja, inderdaad. Top. Want heel belangrijk voor Luc. Waarom is hij ook wel weer zo belangrijk? Luc zit de hele dag in de rolstoel en beweegt heel weinig. En door middel van de inner walk kan hij nu elke dag bewegen en uit de rolstoel. En goed voor zijn ontwikkeling, goed voor de spieren. Ja, vooral voor zijn toekomst heel belangrijk, hè? Ja. Als we niks doen, dan is de kans groot dat hij alleen maar achteruit gaat. Dat de spieren verder verkorten, dat zijn heupen gaan vergroeien en dat soort dingen. Botontkalking heeft hij al, hopen we zo ook tegen te kunnen gaan. Dus. Ja, dit ding is hartstikke duur, hè? 25.000 euro moest ervoor worden betaald. Jullie hebben een inzamelingsactie gehouden. Nou ja, dat is goed gegaan, hè? Dankbaar. Ja, heel dankbaar. Het is ook in een hele korte tijd is het voor elkaar, hebben we het voor elkaar gekregen. En dat hadden we absoluut niet verwacht. Ik had ongeveer een jaar ingecalculeerd en in een paar weken tijd hebben we het bedrag bij elkaar. Kun je hierop aflezen wat je tempo. Ontzettend goed. Ontzettend fijn dat er zoveel mensen gedoneerd hebben. Dat er zoveel mensen hebben meegeleefd. En dat ze dat Luc gunnen. 27. Nou Luc, hij is nu echt van jou, hè? Ja. Blij mee? Ja. Ja, want gebruik je hem al elke dag? Ja. En hoe voelt dat? Goed. Heb ik hem goed ingesteld voor je? Ja. Nou, dan is hij nu helemaal voor jou. Gefeliciteerd met je mooie nieuwe inner walk. Yeah. Oh, ja. Cool jongen. Goed. Yeah. Yes. Klasse. Ja, dat is natuurlijk een super mooi en hartverwarmend verhaal van Luc die eindelijk weer kan bewegen. Ja, je kan nu kijken naar de zoekmachine en eindelijk een antwoord op die ene prangende vraag. Waar komt het woord gers vandaan? Blijven kijken dus. Dit was het Rijnmond Nieuws.
Meer via onze app en op Rijnmond.nl.